Ja, Jurjan, heel zuur verlies vandaag bij VVOG. We gaan het eerst even over de eerste helft hebben. Jullie starten beter dan vorige week, vond ik. Alleen ja, de eerste uitval voor hun was gelijk een doelpunt. Dat was wel zuur. Ja, dat klopt wat je zegt. De eerste aanval van hun, dat was inderdaad direct een doelpunt. Ja, dat klopt. Ja, hoe kwam dat, naar jouw idee? Ja, ik moet hem even terugzien. Volgens mij komen er best wat ruimtes en spelers zijn in de as. Gaat hij naar hun rechterkant. Bal wordt strak voorgespeeld. En daar lopen ze hem binnen. Vanuit de ruimtes ontstaat die goal, heb ik het idee. Ja. Achterin hadden ze toch wel een beetje moeilijk vandaag, vond ik. Wie? Jullie? Oh, misschien de eerste helft. Maar dat zat hem ook wel in hun manier van spelen van VVOG. Hè. Veel achterin rondspelen, eigenlijk een beetje hè, ons lokken daar. Door nog hoger op het veld te komen te spelen. Die acht van hun, hè, hun nummer 10, die ook heel diep startte en dan op het juiste moment terugstapte in die ruimte. Want daar ontstond heel veel ruimte. Ja, en dan de lange bal vanuit hun en dan aansluiten. Maar dan moet je ene keer keuzes maken van wel doordekken, niet doordekken. Dek je niet door, dan komt hij vrij. Maar voor de rest vind ik dat we het centraal aardig voor elkaar hadden. Vervolgens na het doelpunt, 9e minuut was dat, 10e minuut gelijk weer een kans voor hun. Nou, helaas voor hun ging die er niet in en voor ons gelukkig. 22e minuut, Jasper komt alleen voor de keeper. Wat dacht je, die schiet er mooi binnen? Scoren. Ja, gewoon scoren. Ja. Ja, prima aanval en dan komt Jasper voor de goal. En dat was een van de vele kansen die we vandaag gehad hadden. Ja, over de kansen hebben we het dadelijk nog. De tweede helft met name. 30e minuut. Lucas die geeft een hele mooie voorzet op Givan. En hoe hij hem ook weer meeneemt, dat weet ik niet. Maar hij schiet hem er mooi in. Ja, maar daar lagen ook wel de mogelijkheden. Hè. In de rug van VVOG, ze stonden best wel hoog op. Ja, geweldige crossbal van Lucas van rechts centraal. Givan die links wegtrekt. Met een geweldige aanname. Ligt in één keer klaar en binnenschieten. Eén geweldige bal van Lucas. Twee geweldige aannamen en drie ook nog een prima goal. Ja, vervolgens gaan jullie verder op zoek naar de 2-1. Nou, dat was al in de 34e minuut hoor, dat Hakim zich vrij speelde voor de keeper. Maar dat hij hem voorlangs schoot. Ja, klopt. Ja, wederom prima aanval. Dus eigenlijk ontbrak het gewoon aan effectiviteit? Oh, uiteindelijk overal, over de hele wedstrijd. Eerste helft ook. Maar de tweede helft natuurlijk al helemaal. Ja, gaan we het over de tweede helft hebben. Jullie gaan met 1-1 de rust in. Als ik de kansen optel, tweede helft, dan hebben we echt 4 opgelegde kansen gehad. Ja, dat zeker. Maar ze gingen er gewoon niet in dus. Ja, nee, dat zeker. Zeker 4. Hè. De eerste kwartier naar rust. Ook in de rust besproken hè, dat we wat georganiseerde druk zetten. Dus die ruimtes ontstonden ook niet meer op het veld. Aan de buitenkant wat langer aan de buitenkant blijven. Hè, waardoor we weer ruimtes in de as krijgen. Ja, en dan die gasten schieten ze niet met zin niet binnen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Hè. Dat snappen we allemaal wel. Maar als jij 4, 5, 100% kansen in een kwartier bij elkaar speelt, is dat hartstikke goed. Maar ja, dan moet je jezelf wel belonen. VVOG was klaar voor de, of was rijp voor de slacht. En ja, dan moet je de wedstrijd killen. En dan moet je na rust, ik denk 1-2, 1-3, 1-4 maken. En dan is de wedstrijd grotendeels gedaan. En ik denk dat dan ook niemand hier spreekt over een geflatteerde nederlaag of iets dergelijks. Dat terecht zou zijn. Ja, vervolgens krijg je wel deksel op je neus. Hè? Ja, nee, maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Zij komen de tweede helft, komen ze 2 keer voor onze goal. 1 keer geweldige redding van Anthony. En de tweede zit erin. En dat is wel uiteindelijk waar het om gaat. Hè? Het eindresultaat. Maar ja, nogmaals, als je zoveel kansen bij elkaar kan spelen, dan is dat 1 hartstikke goed. En dan moet je 2, moet je jezelf wel moet je jezelf belonen. Nou, waar we vorige week dat heel goed hebben gedaan, hè, met de eerste helft 3 kansen, 3 goals. We hadden vandaag denk ik een kans of 7, 8, 9, misschien wel 10 nodig om 1 goal te maken. En dat is natuurlijk te weinig. En dat weten we allemaal. Maar nogmaals, geen enkel probleem. We gaan weer verder met elkaar. En balen. Uiteindelijk is wel dat wat het is. 2-1 nederlaag. Ja, balen en evalueren van wat er eventueel fout gegaan is. Maar ja, dat weet iedereen natuurlijk wel. Maar het gaat om score. VVOG leek een beetje op Excelsior vorige week. Heel effectief. Ja, de kansen zeker. Die ze kregen dan, hè? Waarschijnlijk hebben ze onze wedstrijd goed teruggekeken. nogmaals. We weten dat we een hoop kansen hebben gecreëerd. Vooral het eerste kwartier naar rust. En daar moet je...
De wedstrijd beslissen en dan is het klaar. Nou, dat gebeurt niet. Uiteindelijk krijg je zelf de 1-2 om je oren. Ik denk een kwartier, 13 minuten voor tijd. En dan sta je hier helaas met een nederlaag. Maar dat is wat het is. En dan gaan we weer verder. Nou, we hebben het wel eerder over gehad. Je kan een keer verliezen en als je er maar lering uittrekt. En weet je. Je hebt kansen gehad. Je hebt ze helaas niet gemaakt dit keer. En op naar volgende week. Ja, eens. En buiten dat vind ik, nogmaals. Dit soort wedstrijden die moeten we winnen. En dat weet iedereen. En dan kun je echt stappen maken. Nou, nu moeten we even geduld hebben om weer een volgende stap te maken. En als je zoveel kansen bij elkaar speelt, doe je dat hartstikke goed. En dan gaat het om het laatste en toch wel het allerbelangrijkste in het voetbal. En dat is de ballen tegen het net schieten. En dan gaan we daar weer mee verder. Op naar volgende week. Op naar volgende week en hopen we de 3 punten in de reis te blijven. Zo is dat. Dankjewel. Dankjewel.